What up, commentators, eliminators, affedigators. Echt, alligators. What up, mensen? What up? Morok, we duiken er gelijk in. Ja, man. Ik heb DM's gekregen van mensen. Yep. Dat er in Nederland weer wat diss-tracks aan... Nou, tenminste niet wat, gewoon een diss-track aan de hand is. Ja, er is wat over en weer shots fired. Ja, klopt. Er was een shot fired, een kleine shotje was gefired. En eindstand is er een diss-track opgevuurd. Een hele diss-track, blijkbaar. Ja. Maar voor de mensen die het niet weten, het is tussen Trap Jack en Lil Kleine. Yep, het is aan. Het is hopelijk aan. Hopelijk, ja, hopelijk is het aan. Wel, dat is waar wij lekker op gaan. En dus daarom zitten we hier. Mamo, ik ben net terug van vakantie, jij ook. Even een paar dagen weg allebei. Ja, man. En we komen terug, alsof ze hebben gewacht. Ja, dan het, is wel, we weer, het is wel weer een timing, weet je. Laten ik we wachten weer op deze jongens. Ik ben weer terug en ik mag meteen weer... Je mag meteen weer even commentators. Yep. En laten we beginnen met een waar het is begonnen. Ja, een reel of in ieder geval een bericht die Christian D. heeft gedropt op zijn Insta. Ja, maar hij heeft hem daar neergezet. Maar voordat mensen denken, gaan we nu een hele recap krijgen. Nee. Het is iets heel korts en daarna duiken we gelijk de diss track. Hij heeft dus een maar video we moeten dit even checken. Hij heeft dus een video gedropt samen met Lil Kleine. Zit ergens op een dak, ergens lijp aan op een gekke dat track. Dat is dit. En daar zegt Lil Kleine wat. En daar zeggen ze wat. Let's go, man. Hier, 16.000 dingen. En als je mij nog niet hebt gevolgd op Insta, official morgen, Papa Neus, official Papa Neus, Papa Neus official. Let's go. Ja, official Papa Neus. Oké, let's go, daar gaan we. Papa Neus, ik ben zelf niet. Hier gebeurt blijkbaar iets. Oké, dat was het dus. Dat is een soort van... Al moet ik zeggen, het is een lekkere tune, man. Ja, de tune is nice. Ik zou er lekker op kunnen gaan deze zomer. Ja, de tune is nice. Hé, je ziet hier trouwens Trap Jack die ook heeft gereageerd. Zo van, wat? En mensen zeggen hier, De laatste lijn. Laatste lijn, Avalon Music, de soort van de... Volgens mij het label van Trap Jack. Wil niet stoken, maar had het niet gepikt, maat. Zeg je eerlijk, mensen zijn gelijk aan het stoken, mensen zijn meteen olie aan het gooien, bro. Je bent op Google als je hierop niks hierop maakt. Wat is Google, morgen? Je bent gewoon bullshit. Nieuwe slang weer, bro. Dus uiteindelijk... Mensen gaan hier al helemaal eng op, maar in ieder geval... Peter Pannenkoek heeft zelfs geregeld. Peter fucking Pannenkoek. Kendrick versus Drake, here we go. En wie moet er anders op springen dan wij twee, bro? Ja, tuurlijk. Kom op. Al vind ik wel die vurings van Lil Kleine hier al gewoon... Het is... Ik weet niet waarom hij dat zegt, maar hij zegt van het is geen Trap Jack. Ja, okay. Zo erg is het niet. Ja, het is niet een personal of zo. Het is zo van, ik ben geen Trap Jack, weet je. Maar het is wel... Maar waarom gooi je opeens Trap Jack erin? Ja, maar ik weet niet. Was die lijn daarvoor die wat zei? Nee, misschien zijn er wat andere dingetjes gebeurd. Maar het kan ook zo zijn dat hij een kruimeltje laat, hè? Zo van, knabbel hier maar even aan. En dan Trap Jack heeft geknabbeld, man. Ja, hij heeft gereageerd. En let's daar go. Duiken we nu in, man. Daar gaat deze video eigenlijk om, weet je. Trap Jack, deze man... Hier is het. We kijken ook eventjes naar wat hier allemaal staat. Snapchat heeft 3000 rijmwoorden. De beste rijmwoorden voor Snapchat. Mm-hmm. Dus soort van... Hij kon 3000 rijmwoorden gebruiken. En van al die drie... Voor de 3 miljoen, sorry. Ja. En hij heeft daarvan Trap Jack gekozen. Hmm, dus hij zegt van bro, van al die woorden... Je kan ook iets anders rijmen daar. Dat zal. Ja, ik weet niet of er echt 3 miljoen rijmwoorden zijn. Weet ik veel, man. Bankbed, bloembed, botnet, dekbed. Oké. Let's go, man. En hij heet geen Lil Kleine. Zo van, jij zei dat ik geen... Van jij geen Trap Jack? Produced by R2. Oké, let's go, man. Ben je ready, Morris? Let's go. 19 uur geleden. Ja. Move. Pomp hem. Avalon. Oké. Dat je mijn naam moet noemen in je tracks. Toen jij je ex-vrouw ontmoette, toen was Jamie nog een keg. Ibiza op een feestje van West. Zij was dus heb je toen betaald of was het echt? Al die millies op je rek, die moesten back, je moest het terugbetalen. Oké, wacht even, stop even.
Ja, wat is dit, bro? Amunakwim. Ik dacht gewoon, oké. Hij gaat gelijk ik heb hem expres niet echt helemaal geluisterd nog, weet je wel. Ja, ik heb hem even langs horen komen. Ja. Ik wist dat hij er hard in ging, maar dit is wel... Dit is gewoon gelijk. Dit is meteen... Hij gaat personals, man. Ik krijg het gevoel dat er al wel wat speelde misschien. Dat moet. Als jij zo boos gelijk die track opkomt... Ja, man. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het hard, gewoon hoe die gelijk balsdiep erin gaat. Man, maar hij gaat wel... Gelijk, bro. Zo van, hé, Jorik, wat hoor ik? Yeah. Oké, daar was nog een beetje, wat hoor ik? Je hebt mijn naam genoemd. Yeah. Van, was dat echt nodig? Yeah. En toen instant over zijn ex-chickie van... Meteen was over die allegations met de ruzie en weet ik veel wat. Meteen, van, was die liefde echt? Of heb je er gepaid voor die shit? Oh ja, klopt, ja, dat zegt hij daar, ja. Ja, lijp. Okay, ja, wij kunnen natuurlijk niet gaan detectiven nou. Nee. Wat, dat is niet onze taak. Dat is niet onze, we gaan het niet detecten. Maar wat hij zegt is Wat hij zegt is lijp, man. Is fucked up. Let's en, go. En die beat is eng. Die beat is echt hij eng, heeft een man. vieze beat uitgekozen. Ja, man. Ja, een boze. Echt een boze. Oké, we gaan nog even vanaf het begin. Let's go. Sorry dat ik hem nog stilzet. Ik heb ook het gevoel alsof hij een beetje doorborduurt op die hele hype van Drake tegen Kendrick. En weet je, zo'n beat had Drake ook best kunnen gebruiken. Klopt. Ja, hij heeft hem misschien wel goed uitgekozen. Ja, het is toch allemaal een formule, toch? Je 100%. Let's go. Dat je mijn naam moet noemen in je tracks. Toen jij je ex-vrouw ontmoette, toen was Jamie nog een kerk. Ibiza op een feestje van West. Zij was dus heb je toen betaald of was het echt? Al die millies op je rek, die moesten back, je moest het terugbetalen. Allemaal door een vrouw, dus was ik jou, dan zou ik kutje haat of links laten liggen. Maar die Jorik, die heeft teruggeslagen. Ja. Vies. Ja, vieze lijn. Ja. Hij is zo... Lastig bezig. Simpel, maar... Ja, hij is wel simpel, het is wel gebaseerd op uiteraard wat met die man de laatste tijd aan de hand was. Ja, voor in het nieuws alles. Ja, ik had wel het gevoel dat we dat al een beetje achter de rug hadden weer. Maar ja, hij brengt het natuurlijk wel weer naar boven. Tuurlijk. Ja, als je iemand zijn naam gaat noemen, dan moet je wel uitkijken dat ze ook niet dingen over jou gaan zeggen. Ja. Je weet dat hij dat gaat aankaarten. Klopt. Maar even kijken wat we nog meer gaan horen, weet 100%. Je wel? 100%. Eén ding wat ik nog wil zeggen is, hij zegt zo van, ging het zo slecht met jou dat je mijn naam moet noemen? Maar haalt hij zichzelf daar niet een beetje mee naar beneden? Van, ging het zo slecht dat je Trap Jack moest noemen of zo? Ja, misschien wel. Een beetje zelfspot, weet je wel. Dus, van hé bro, ik ga oké, maar fuck aan, je dis mij opeens. Dat is een beetje het gevoel. Ja. Was ik jou, dan zou ik kutje haat of links laten liggen. Maar die Jorik die heeft teruggeslagen. En is veroordeeld voor die shit, word ik veroordeeld is het voor. Schetsen over wat ze wint, luister gewoon naar Jack Sherek. Stop met drinken en met snuiven. Jorik scholte je, gedraag je als een kind. Word ik kleine tegen Jack of toch? Jack tegen Jack, want jij Rex schrijf al je tracks. En jij hebt zelf niet geband. Vieze lijn. Monok, wacht even, Monok. Ja, hij beschuldigt hem daarvan dat Shirex zijn teksten schrijft. Dus zo van, wordt het Jack tegen Jack? Wel lekker, hoor. Wel een lijpe lijn, vind ik. Maar hij komt goed, man. Ja, man. Monok, serieus, het verbaast. Zo van, ik, met alle respect, ik moet zeggen, ik heb niet echt tracks van hem geluisterd. Mm-hmm. Wel een beetje zijn 101 een keer gecheckt. Ja. Maar van wat ik hoor... Ja, man. Het is gewoon hard. Het is harde track. Het is gewoon harde shit. Dat kunnen we niet ontkennen. Ik zit er nu wel in. Ik zit te luisteren. Hij komt wel veel met personals. Juist. Boos, weet je. Hij komt boos. Heel en, boos. Maar dat hoort. Dat laten moet. Oké, laten we verder gaan. Laten we verder gaan. Stop met drinken en met snuiven. Jorik scholte je gedrag je als een kind. Word ik kleine tegen Jack of toch? Jack tegen Jack. Want jij Rex schrijft al je tracks. En jij hebt zelf niet geband. De kleine stiekem ben je fan. Weet je nog die nacht in Amsterdam? Jackie, luister eens, kom hoor dit er. Vervolgens ging je heel mijn pokoe in mijn oor spitten. Denk dat je vergeten bent, want ik zag die halve lijn kook nog daar in je snor zitten. En jij kwam één keer naar mijn stad. Morgen. Oké. Goeie shit, man. Jeez. Dus ze hebben wel een verleden met elkaar. Ze hebben sowieso een verleden, ze hebben elkaar tegengekomen, dus waarschijnlijk ook gesproken. Ja. En ik weet niet, man. Dit is wel, dit klinkt wel ja, echt, maar het is ook, hij dekt zichzelf een beetje in. Van bro, je hebt toen je fucking verse in mijn oor gespit, maar ik weet, je gaat, als je op een nieuwe diss track mij gaat gooien, ga je zeggen dat is niet gebeurd. Maar ja,
Je had een coke, fucking lijn koken in je mond. Ja, maar zei, kijk, daarom, dat zou ook weer... Ik kan geen detective gaan spelen. Nee, we spelen geen detective, maar gewoon van... Hij zegt fucked up dingen, man. Alleen maar personal. Alleen maar. Ja, ja. Sorry. Als Lil Kleine zijnde, ja, zou dit niet leuk zijn om te horen allemaal. Hoor ik, Lil Kleine... Ik denk dat hij ook wel aan het borrelen is ondertussen, hoor. Maar, en dat is een guy die we echt niet kunnen onderschatten, nee, hoor. Man, nee, want ik zeg je eerlijk, zijn tracks... Zijn hard, man. Ja, man, veel verses die ik eng vind. Ik weet dat hij ook terug kan komen. Hij heeft een hele licht gevuurd naar Trap Jack. Misschien wist dat hij zo zou reageren op hem. En dan denkt hij nu van, oh, nu wil je het echt? Okay. Let's go. Oké, maar laten we even gaan met de Rap Jackson track. Want ja, man. We zijn er nog niet. Nee. We hebben heel veel info gedropt dan. Wacht, een stukje terug. Denk dat je vergeten bent. Want ik zag die halve lijn kook nog daar in je snor zitten. En jij kwam één keer naar mijn stad. Toen je watcher werd genakt. Ik had geen tijd voor deze shit. Want ga niet liegen, vind je hard. Dus die bars die ik schrijf, doen me pijn in mijn hart. Maar je bent een domme kankerlul, Jorik. Jij bent dit gestart. Ik zie zijn manager al appen, zo van Jorik alles. Oké, okay. Hij zegt daar dat... Ik weet niet, ik weet niks van die verhaal dat ergens Watcha is genakt of zo. Wat voor mij ook niet interessant is, maar maakt goed. Niet uit. Waarschijnlijk weten mensen another, dat thuis. Another personal, weet je precies. Wel. Precies. Veel soort van, hij heeft een paar dingen genoemd met zijn chick, met dat, over, over dat hij zijn verses spit, over nu met zijn Watcha is genakt. En, wat zei hij daarna nog meer? Hij zei nog dat hij niet zijn eigen dingen pent, uiteraard. Ja, dat hij zijn shit niet pent. Hij heeft ghostriders. Ja. Hij pakt verschillende engels op hem. Dat geeft mij wel die Amerikaanse vibe. Ja. Wat je ik wilde nog één ding zeggen, maar ik ben het even kwijt. Maar... Tijd voor deze shit, want ga niet liegen, vind je hard. Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Hij ziet hem wel als een soort van, ik vind je hard en zo. Ja. Van, het doet me gewoon een beetje pijn om dit tegen je te zeggen. Je bent een lul, want jij bent dit gestart. Jeetje. Ja. Okay. Ja, wel vies. Een beetje zoals hoe Ronnie ook tegen Hef zei, toch? Juist, zo wel een beetje zo. Ja. Pijn in mijn hart. Maar je bent een domme kankerlul, Jorik, jij bent dit gestart. Ik zie zijn manager al appen, zo van Jorik, alles lekker. Ik zie Trap Jack. Wat een tering switch ook, jongen. Ja. Ik zie zijn manager al appen, zo van Jorik, alles lekker. Ik zie Trap Jack heeft gedis, welke goes right, dan moet ik checken. Doet Lil Kleine meer aan ex onder... Wacht even. Wat een teringleider is deze guy. Gekke flow daar, hard. Nee, hij zegt hem gewoon van... Luister, welke van deze ghostriders moeten we even aanraken? Ja. Hij gaat door op dat punt dat hij zijn eigen shit niet schrijft. Hij brengt het boos, maar het is eigenlijk wel funny shit gewoon, snap je? Hij brengt het heel boos, maar het is gewoon, je kan er gewoon om lachen eigenlijk. Ja man. Maar zijn stijl is boos. Ja. Ik zie Trap Jack heeft gedist, welke ghostwriter moet ik checken? Doet Lil Kleine mee aan ex onder beats komen de mannen uit het water. Ben je vergeten Jimmy Woo dat je Alessa liet? Wat is dat nou, joh? Maar ik weet dus, is dat echt zo of zo? Verzint hij dat? Wat? Dat hij homo is of zo? Nee, maar heeft hij niet meegedaan aan Ex on the Beach? Nee, man. Nee? Hij is sterk, joh. Nee, maar hij zegt gewoon... toch een tijdje dat die gekke bekende mensen ook af en toe meededen en zo, volgens mij? Ja, dat heb je wel, ja. Maar ik weet niet of je mee hebt gedaan. Ik kan me dat ook niet herinneren, man. Maar volgens mij bedoelt hij meer dat hij op mannen valt of zo. Ja, tuurlijk bedoelt hij dat. Ja, maar of hij ook echt mee heeft gedaan. Ja, gekke lijn. Maar het gewoon domme shit, ook gewoon weer met... Ja. En daarna zegt hij over een chick of zo. Misschien dat die meedeed aan Ex on the Beach. Heb geblazen. Dus ik weet niet. Die lijn kan ik niet ontcijferen, man. Ik hoor het, maar ik weet niet wat hij daar bedoelt. Heeft gedis, welke ghostwriter moet ik checken? Doet Lil Kleine mee aan Ex on the Beach, komen de mannen uit het water. Ben je vergeten, Jimmy Woo, dat je Alessa liet blazen? Dus Jorik, ik heb een vraagje. Toen jij Koen had geslagen, had je Koen toegeslagen? Kleine zangeres, dus bedoelt is dat die Koen die een... Volgens mij die Koen Kardashian bedoelt hij. Ja, die model. Ja, Koen Kardashian. Dus hij zegt daar echt, toen jij hem hebt geslagen, heb je hem echt ook geslagen. Ja, heb je... Broer, wat een vieze lijn zijn dit, bro. Wat een tiefslaarlijn zijn dit. Ja, bro, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit gaat wel, denk ik, wat ontketenen. Dit moet toch? Ja. Kom op, hij heeft zeker al... Kleine tot gaat nu toe boos al... komen, denk ja, ik. Ja, 100. Moet. Toen jij Koen had geslagen, had jij Koen toegeslagen. Kleine zangeres, het is bedtijd, ga maar slapen. En laat die bakkel staan, neem gewoon een flesje water. En Christy en die, eigenlijk wou ik je laten. Maar je zus die is lekker en misschien word ik de vader van je neefjes. Ik hoor die streamen van B.E.S. al erop. Ik heb alleen gegeven, neef, ik heb het niet gezocht. Breng die ghostwriters hier krijgen. Oké. Okay. Ja, dit is Christy en die ook nog even daar. Even, hij moet wel. Ja. En hij zegt daar, ja, dit en dat, ik word straks, weet nog, familie van je. Ik word je fam gewoon, bro. Ja. Oké, hij is gewoon boos. Hij pakt Christine die ook even daar nog. Ja, lult over zijn zus nog ook even daar. Ja. Oké. Okay. Ja, maar laten we het nog even
Oké, let's go. Ja. Stukje terug. Ik heb alleen gegeven, nee, ik heb het niet gezocht. Breng die ghostwriters hier, ze krijgen allemaal klop. Ik moest ze coachen, maar ik stop. Net als Jurgen Klopp. Wat zei je daar nou? Net als Jurgen. Breng die ghostwriters hier, ze krijgen allemaal klop. Ik moest ze coachen, maar ik stop. Net als Jurgen Klopp. Oké. Ik moet, ja, ik moet ze coachen, maar ik stop. Nee, ik weet niet wie Jurgen Klopp is. Waarschijnlijk een coach of zo. Ja, coach van Duits. Oké, nou ja, goed. Maar ze worden allemaal geklopt. Yeah. Ik denk dat hij daar een beetje van, maar ik stop net als Jurgen Klopp. Want ik stop, ik stop met kloppen, ja, zo weet dopenlijn, ik veel. Dopenlijn. Ja, dopenlijn. En hier stopt het volgens mij. Oké, laten we gaan aflopen. Enge beat, hoor. Heel, heel enge beat. Beat is zo belangrijk met een diss track, man. Ja, man. Ja, man. Wauw, Morok. Ik zeg je eerlijk, ik had hem niet zo hard verwacht, man. Nee. Ik heb hem expres ook niet helemaal geluisterd. Ik wist wel dat hij hard erin kwam, maar hij heeft wel volgehouden met die personals. Jeetje, de hele track. Man. Hij liet ons ook wel even lachen hier en daar. Dat is voor mij ook even belangrijk. Ja, bij een track, weet je wel. Ja, en waar ik verbaasd over ben, is hoe heeft hij in 2 minuut 11... Kijk, hij heeft niet alles helemaal ontleed, maar hij heeft in 2 minuut 11 heel veel verschillende angles gepakt. Ja. Soort van over zijn ex, over zijn ghostrijders, over zijn alcoholgebruik. En nou, ja. Nee, maar even, ik zeg het, over zijn alcoholgebruik, over dat hij fan is, over dat hij coke snuift, over dat ze watches genaakt. Heel veel in één ding gepropt. Hij heeft hem in de gaten gehouden niet, hij heeft zijn huiswerk gedaan. Hij heeft echt zijn huiswerk gedaan. En wat jij zegt, dit moet langer gespeeld hebben, man. Moet gewoon, man. Dat kan niet. Anders kom je niet aan zoveel info, toch? Binnen fucking, heeft hij gedaan? Binnen 10 uur tijd of zo, dat hij dat heeft gehoord of zo? Nou ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, bro. De Nederlandse scene begint ook weer steeds meer op te borrelen. Iedereen is een beetje pissig en boos op elkaar. En ze spreken het wel vaker uit op de track nu. Lil Kleine, we waiting on you. Ja, ik zou zeggen van... Kijk, ik onderschat die man niet. Ik weet dat hij heel dope tracks heeft. En ook gewoon zijn wordplay. Hij weet wat hij doet. Weet je, die man weet wat hij doet. Dus ja, ik weet het niet. Man, Lil Kleine, is dit een tijdperk dat we gewoon Lil Kleine ook op zijn vuur gaan zien, bro? Is dit een tijdperk dat we Lil Kleine echt in een diss track gaan zien? Ik zou dat wel lijf vinden. Ik zou het fucking hard vinden. Ik hoop het. Maar ja, aan de andere kant. Misschien denkt die guy ook wel van, ja, ziek mis je. Maar ja, als dit misschien doet hij het op zijn level. Je weet niet. Hè? Maar naar Trap Jack moet ik zeggen, dit is een keiharde track, man. Keiharde track. Zeker weten. We wachten op wat de toekomst brengt. Ja, maar in ieder geval, deze heeft hij... Hij heeft niet teleurgesteld, man. Nee, man. En we hebben deze zo ver mogelijk proberen te ontleden. En luisteren voor jullie hoe we konden doen. En drop alsnog in de comments wat we hebben gemist, wat jullie nog willen toevoegen, aanvoegen. Ja, man. En laat ons weten wat jullie willen horen nog van ons. Ja, ze willen... Het was een lachen, bro. Ze willen van alles horen, morgen. Ja, het was keihard, man. Trap Jack. Ik ga deze zometeen nog even een keertje luisteren, of ik zeker weet alles heb gehad. Ja. Maar voor nu is het klaar. Ja, man. Love naar jullie allemaal. Ja, man. En be safe, man. Be safe, man. Ga geen, inderdaad... Gekke dingen doen. Chat, vecht het uit op de tracks. Ja, man. Toch? Op muziek. Het liefst wel, maar als zulke personal shit wordt, dan... Ja, dan heb je soms wel het gevoel van... Oké, we gaan verder, man. Nee, op de tracks, man, met de lyrics. Dat is hoe ik het zeg. Gewoon, that's it. Okay. We zien jullie bij een volgende diss track of andere tracks. Ja, laat het achter in de comments, zoals mijn broer zei. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan. Doe want dat helpt ons om dit nog vaker te doen. Ja, man. Love, en ik hou van jullie. Let's go. Enge dingen. Ja, man.